Hallo allemaal, welkom bij een nieuw Glamorama journaal. Het journaal waar nooit iets spannends gebeurt, wegens beperkte relevantie. Maar wat om die reden dus wel altijd gewoon doorgaat. Met andere woorden, hier zijn we weer. Ja, Den Karati, de dansallochtoon van RTL 4, hij is bij ons op de site al heel vaak voorbij gekomen. En dat komt omdat hij geen Nederlands kan. En zoals we van alle allochtonen verlangen, moet dat toch onderhand eens een keertje gebeuren, Den. Kijk, hier, topic na topic. Op het einde ging zelfs Chantal Jansen nog voor hem opnemen. Want, dames en heren, hij weigert het gewoon te leren. Hij weigert die cruciale stap naar volledige integratie te zetten. Leuk om te zien dat ook de dames van Koffietijd het een beetje kotsbeu beginnen te worden. En voordat we beginnen, even terug naar 17 oktober vorig jaar, Dan. You know, I'm not ready to speak it just yet. And they tell me that's more of a confidence thing than it is whether you know what you're doing or not. But I got to go back for my second week first. And then maybe I'll come back on this show and we can... And we can have this conversation in Dutch. Well, that was everything in English. Maar gaan we nu in Nederlands praten? Did I say that? Ja, dat heb jij gezegd. Well, vertel, hoe gaat het? Yeah, we could try to do it like that, but I don't think it's going to go very well. Probeer eens wat in het Nederlands. I still haven't gone back for my second week. Oh, je bent nog niet bij de nonnen geweest. It's just been so busy with work and traveling and family and everything that to find that extra week has been a little difficult. So, I really want to get there. We switch into English. Yeah, switch. Ja, Den, kom op, probeer gewoon. Begin gewoon met Nederlands praten. Anders leer je het nooit. Hè. Je leert het snelst door gewoon Nederlands te praten tegen Loretta en die andere. Nou, hup. Kent u nog Boris van Idols, weet je wel? Die gast van Keep the Soul Alive. Ja, nou, wat doet hij tegenwoordig? Van alles, waaronder gedichtjes voorlezen. Nou, dat gaat eigenlijk best wel goed. Kijk maar. Ik weet niet of ik van je hou. Vaak denk ik aan die regendag. Dat in mijn brede, sterke greep voor het eerst jouw handje lag. Ja, geweldige consternatie natuurlijk gisteren bij het NOS-journaal in verband met de gijzelnemer. Ook een mening heeft Fred van Leer, nepstylist van de Zeesterren. Hij is vooral erg te spreken over de lul van de gijzelnemer. Kijk, hier op Twitter heeft ook even gemarkeerd waar de lul dan zit. En Fred vindt hem groot genoeg. Nou, Fred. En we gaan eruit met een liedje en dat is dit keer van Frank Hoek. Frank is een feestbeest. Nou, dat komt ook weer heel mooi tot uiting in deze song. Waarin hij eigenlijk ook zijn liefde voor het partycircuit verwoordt. Het heet Feest door de Nacht. Prettig weekend en tot maandag. Feesten doe ik toch zo graag. Dus komt alle hier bij mij vandaag. Jong en oud, groot en klein. We willen allemaal.